we openen nu de schriften en we doen dat in het Oude Testament in de profetieën van Jesaja. En we lezen Jesaja 46. De schriftlezing voor deze morgen Jesaja 46. Belg is gekromd, Nebo is neergebogen, een afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten. Uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Zij hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf in gevangenschap gegaan. Luister naar mij, huis van Jacob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël. U, die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. En ik zal u opnemen, ik zal dragen en redden. Met wie wilt u mij vergelijken? En met wie op één lijn stellen? Met wie wilt u mij meten, dat wij elkaars gelijken zouden zijn? Zij schudden goud uit hun beurs en wegen zilver op een weegschaal. Zij huren een edelsmid en die maakten er een god van. Zij knielen. Ook buigen zij zich ervoor neer. Ze nemen hem op de schouder, ze dragen hem en zetten hem op zijn plaats. Daar staat hij en van zijn plaats wijkt hij niet. Ja, roept iemand tot hem, hij antwoordt niet. Hij verlost hem niet uit zijn benauwdheid. Denk hieraan en wees flink. Neem het weer ter harte, overtreders. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is er geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Die een roofvogel roept uit het oosten. Een man van mijn raad uit een ver land. Ja, ik heb gesproken. Ik zal het ook doen komen. Ik heb het geformeerd. Ik zal het ook doen. Luister naar mij, onbuigzame van hart. U die ver bent van gerechtigheid. Ik breng mijn gerechtigheid nabij. Zij zal niet ver zijn. En mijn heil zal niet uitblijven. Maar ik zal heil geven in Sion aan Israël mijn luister. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu. Gemeente, de tekst voor de preek is Jezaja 46. En daarvan het tiende vers. Jezaja 46, vers 10. En de Heer zegt daar van zichzelf, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben, die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Van tijd tot tijd lopen we er allemaal tegenaan dat er in de wereld waarin wij leven geen ding vast en zeker lijkt te zijn. Wij weten op dit moment niet wat er over een uur gebeurt. Dat alleen al. En het wereldgebeuren is vol van dingen die wij zo niet verwacht hadden, onverwachte gebeurtenissen. En in ons persoonlijk leven lijkt maar al te vaak alles op losse schroeven te staan. En soms stellen we onszelf en anderen de vraag: wat is er eigenlijk in de wereld waarin we leven zeker? Waar kun je vast op aan? Is het zo vreemd dat er op allerlei terreinen van het leven sprake lijkt te zijn van grote verwarring? Die zich van ons meester maakt. En dat zoveel jongeren alle halvast kwijtraken. En we lezen bijna dagelijks in de krant. van mentale, psychische problemen. onder jongeren en ook onder ouderen natuurlijk. Hoeveel dreigen niet verstrikt te raken. in de problemen van dit leven. Alles, zo zeggen we soms, is onzeker. Is het een wonder dat we meer en meer iets tasten van zorg voor de toekomst? Neem ook wat er in de afgelopen dagen in het nieuws was. Hoe loopt het daar in het Midden-Oosten af? En waar loopt het op uit? En zoveel andere vragen. En toch gemeente is er vanmorgen in Jezaja 46 een man aan het woord die ons nog zomaar niet wil toegeven. Dat alles onzeker is. Een man, een profeet die het heeft over dingen die onwreekbaar vaststaan. Jezaja, de profeet. Hij heeft het nou juist in dit hoofdstuk in Jezaja 46 over dingen die eeuwig zeker zijn. Dat niemand eraan hoeft te twijfelen. En we zijn, zo kunnen we tegen elkaar zeggen, zondags in de kerk, om te horen naar de dingen die eeuwig zeker zijn. Omdat wij met overtuiging het woord van de Heer zullen horen en ter harte zullen nemen. En het zal wel waar zijn dat er ook vandaag allerlei zorgen kunnen zijn over de toekomst, natuurlijk wel. Maar zo was het niet anders in de dagen van Jezaja. En in de dagen waar Jezaja in zijn profeteren op uitzag. Want de dingen die Jezaja hier verkondigt zullen pas later gebeuren. En hij heeft het dan over dingen die gebeuren zullen met de ballingen van Israël. Die weggevoerd zullen worden naar het vreemde land, naar Babel. En die daar in een vreemd land zullen verkeren. Als een oordeel van God over hun ongehoorzaamheid. Ze zijn in Babel. En dat is een beetje de achtergrond van onze profetie: van de dingen waar we wij stilstaan voor morgen. Ze zijn daar in Babel en ze hebben eigenlijk geen uitzicht meer. Ze kunnen onmogelijk bekijken hoe ze daar nog vandaan kunnen komen. En hoe ze terug kunnen komen in het land dat de Heere Abraham beloofd heeft, en dat hij zijn nageslacht beloofd heeft te zullen geven. Er zou heel wat over te zeggen zijn gemeente over zorgen voor de toekomst, ook in onze dagen. Waar loopt het met het wereldgebeuren op uit? Is het niet opmerkelijk dat we Alsof het niet betekent dat we keer op keer kunnen horen en kunnen lezen over oorlogen, de derde wereldoorlog die dreigt en dat er gesproken wordt over een nucleaire oorlog, een atoomoorlog en noemt u maar op. En wat denkt u van ons persoonlijk leven met de kinderen als we die hebben ontvangen uit Gods hand, de kleinkinderen? En om nog een stap verder te gaan vanmorgen. Er zullen er toch ook zijn die zich afvragen op bepaalde momenten, hoe moet dat? Als ik in een geestelijke strijd sta, in een geloofstrijd sta, waarin ik steeds weer nederlagen leid tegen de duivel, de wereld en mijn eigen ik, wat is dan mijn toekomst en waar eindigen dan deze dingen? Een van de dingen die ons kan opvallen bij het lezen van het tweede gedeelte van het boek Jesaja. U weet, dat is het gedeelte dat in hoofdstuk 40 begint met die machtige woorden. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Een van de dingen die in dat tweede gedeelte kan opvallen, dat is dat de profeten, lezers van zijn boek, telkens weer midden in het wereldgebeuren plaatst. Jezaja, om het zo vanmorgen te zeggen, heeft het over politiek. Hij heeft het over de volkerenwereld met al zijn rumoer en al zijn onrust. En dat moet hij doen, Jezaja, omdat God die hem zendt daar zoveel over te zeggen heeft. Want gemeente laat duidelijk zijn ook vandaag dat het in de kerk gaat over het heil van u en van jou en van mij. Maar dat het ook in de prediking van het Woord gaat over wat er gaande is in de volkerenwereld. Omdat. Zo zouden we vanmorgen tegen elkaar kunnen zeggen, omdat Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader is, omdat Hij koning is en alle macht heeft gekregen in de hemel en op de aarde, Hij voert heerschappij en Hij vergadert in deze wereld Zijn kerk en Hij bewaart haar door alles heen. En omdat Hij. Elk van de zijne ziet en leidt op de weg van het eeuwige leven. Het gaat in het begin van dit hoofdstuk over Bel en Nebo. Wat wordt daarmee bedoeld? Bel en Nebo. Dat zijn de golden van de Babyloniërs. Ik zei zo even, we moeten dit schriftgedeelte zien. Tegen de achtergrond van de ballingschap in Babel, het volk zal weggevoerd worden. En in Babel, dat oppermachtige Babel, worden vooral twee goden vereerd. Ja, nog wel andere, maar twee vooral. En dat zijn Bel en Nebel, Zo ongeveer de belangrijkste goden van Babel. Zij zullen, zo wordt dan geprofeteerd door Jezaja, worden weggedragen. Dat is vreemd. U zou dan kunnen denken vanmorgen, gemeente, aan afgodsbeelden. die gedragen worden: die van hout of van steen gemaakt zijn. en die weggedragen worden. als krachteloze, onbetekenende nullen eigenlijk. Moet u eens opletten: Babel, met al zijn gewaande grootheid en macht. Met die machtige golden Bellen Nebo, zal gebroken zijn. Hoezo? Wel, de Heere zal een dienstknecht roepen, Kores, de koning van Perzië, en die zal Babel in zijn macht krijgen. Babel waant zich onoverwinnelijk. Denk maar aan de koning Nebukadnezar die liep op het dak van zijn paleis en die over Babel uitzag, die wereldstad van die dagen met al zijn pracht en zijn wereldwonderen en die uitriep in al zijn gewaande grootheid: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Nou, dat is kenmerkend voor Babel, de hele Bijbel door. En dan kun je jongens natuurlijk ook denken aan de torenbal van Babel in het begin van de Bijbel. Ook zo'n teken, zo'n symbool. van hoogmoed van de volkerenwereld en de mensheid. Wel nu, Chorus, de koning van Perzië, zal overwinnen over Babel. En dat wordt door de Oosterlingen in die dagen gezien als een nederlaag van de golden van Babel. En vandaar dat Jezaja als het ware vanuit de verte ziet. Hoe die goden van Babel, Bel en Nebo worden weggedragen. Als krachteloze, dode, goldenbeelden. Terwijl Israël nota bene een God heeft die niet gedragen wordt. Maar die zijn volk draagt. Dus dan ziet u precies het tegenovergestelde God. Die de zijne die zijn volk draagt. Maar Bel en Nebo moeten gedragen worden door mensen. Wat een verschil. Zult u dit vasthouden? Zullen de jongens en meisjes dat vasthouden? Ook wanneer het gaat over de afgoden van, van onze dagen, van de 21ste eeuw. En dan ga ik het hele rijtje van morgen niet opnoemen van sporthelden. En noemt u maar op allemaal wat wij al niet vereren kunnen. Afgodsbeelden worden gedragen bellen nebo, ze stellen niets voor. In openbaring, als het gaat over het einde der tijden, wordt Babel weer overwonnen en weer verslagen. En Jeruzalem daalt neer als de stad van God uit de hemel. Want Jezaja moet met alle klem verkondigen dat de Heer, de God van Sion, zal gaan heersen en dat hij alle eeuwen doorheerst. En daarom, gemeente, wordt dat tweede boek van Jezaja, waarin het over deze dingen gaat, vooral het troostboek van Jezaja genoemd. Waar gaat het dan over in dat troostboek? Met andere woorden, hoe kunnen die ballingen in Babel nou getroost worden? Hoe kan Jezaja, die door de Heer gezonden wordt, die ballingen, die daar machteloos zullen verkeeren in dat vreemde land, bemoedigen en troosten? Hoe worden vandaag mensen getroost bij wie het werkelijk om God te doen is? Welke boodschap moet dan verkondigd worden? Hebt u een idee? Het gaat hier over mensen. Die in Babel tegen elkaar zullen zeggen: De Heer heeft ons vergeten. Hij ziet niet meer naar ons om. Misschien is er iemand vanmorgen die zegt: Zo zit ik in de kerk vanmorgen. Heeft de Heer mij niet vergeten? Ziet hij niet meer naar mij om? Nou, dan gaat Jezaja profeteren over wat God zal gaan doen. Nog wat nauwkeuriger gezegd. De Here maakt zich zelf bekend, hij zegt hier wie hij is en wat hij zal werken. Het gaat over de machtige werken van zijn hand. Want hoe anders zou er voor die mensen in Babel troost kunnen zijn. En ook voor mensen in de 21ste eeuw die roepen, Here, ziet u naar mij om. Roept u dat wel eens naar de Here? Heren, ziet u naar mij om, want dat alleen kan mijn troost zijn, mijn sterkte. Babel, die grote vijand, dat machtige, onoverwinnelijke rijk, zo werd dan gedacht in ieder geval, zal met al zijn macht en zijn trots ten onder gaan. Ik kan dat vanmorgen natuurlijk niet allemaal uitwerken, daar zou zoveel over te zeggen zijn. Maar onthoudt u dan in ieder geval gemeente dit, dat Babel in de Bijbel eigenlijk van Genesis tot Openbaring het symbool is van de mens, de stad van de mens, van de trots van de mens, die in eigen oog zo groot en zo machtig kan zijn. En Babel staat in de Bijbel tegenover Jeruzalem, Sion. Wordt ze zo vaak genoemd in de profetieën van Jezaja. En Jeruzalem is beeld van de stad van God. Dus de stad van de mens tegenover de stad van God. En het lijkt in de ballingschap... alsof de mens totaal overwonnen heeft over God. Want Sion... Israël is machteloos geketend weggevoerd. En dan zegt er een hier door de mond van zijn profeet, de levende God: Ik ben God. En er is er geen als ik. Hebben jullie het in de gaten, jongens? Er is niemand met God te vergelijken, zo groot, zo machtig. En hij geeft Kores de macht om Babel te overwinnen. En daarmee is de grote vijand van Sion van Jeruzalem verslagen. Israël zal verlost worden uit zijn ballingschap. En ze zullen terugkeren naar hun land om de levende God te dienen. En de tempel zal weer opgebouwd worden in Jeruzalem. Ik, ik ben de Heer. En er is geen heiland behalve mij, zegt hij. Dus de grote vraag is dan vandaag. En toen, toen was het de vraag en vandaag is het de vraag: Wie is de Heere, de God van Sion? En wat zal hij werken? Vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Bent u er benieuwd naar? Wie God zal zijn? ook in de toekomst. Hoe sta ik tegenover hem, de levende God? En dan roept de Here de ballingen in dat vreemde land als het ware op om eens terug te zien in de geschiedenis van Israël en te letten op wat God deed. Ik ben de God die vanaf het begin verkondigt het einde. Nou, ik kan me voorstellen dat er vanmorgen zijn die zeggen... ...ja, maar wat, wat betekent dat? Ik ben de God die van het begin verkondigt het einde. Waar moet ik nou toch eigenlijk aan denken bij die woorden? Ik kan me voorstellen dat die woorden wat, wat verborgen... ...wat mysterieus voor u zijn, wat raadselachtig. Ik verkondig van ouds, zegt de Heer... ...de dingen die nog niet hebben plaatsgevonden... Die dus nog moeten gebeuren. Gemeente, als u vanmorgen benieuwd bent naar wat er nog gaat gebeuren met deze wereld en met ons persoonlijk, dan kan ik natuurlijk op een heleboel vragen geen antwoord geven. Dat is duidelijk. Want in zekere zin is het natuurlijk waar dat we vandaag niet weten wat morgen zal zijn. En toch, en toch. Wordt u vanmorgen iets verkondigd over wat zijn zal? Want de Heer verkondigt die dingen. Laat in ieder geval voor ons duidelijk zijn vanmorgen dat het hier gaat over de grootheid van God, zijn onmetelijke grootheid. De Heer is zo groot dat wanneer Hij iets gaat werken. Hij in het begin al verkondigt hoe het einde zal zijn. Nou, wat betekent dat nou concreet? Wanneer de ballingen in Babel verkeren, hoe weten ze dan of ze nog ooit verlossing kunnen vinden? Het lijkt er niet op. Maar dan laten heren al horen waar dit alles op uitloopt, want hij ziet het en hij weet het. En hij verkondigt het alles. Hij regeert over alle dingen. Dat verkondigt God. Wat staat ons dan te doen als gemeente, christelijke gemeente? Wat staat ons te doen wanneer het gaat over de toekomst van deze wereld? Maar ook waar het in mijn persoonlijk leven op uit gaat lopen. Wat ons te doen staat, dat is te horen naar wat God verkondigt. Bent u wel eens hongerig naar het woord van God? Wat ons te doen staat, dat is horen, horen naar wat Hij te spreken heeft, zijn woord openen, keer op keer biddend om de leiding van de Heilige Geest, zijn woord onderzoeken. Heere, wat hebt u tot me te zeggen? Heere, onderwijs me. Wat zal de toekomst zijn? In Babel zeggen de ballingen in grote moedeloosheid tegen elkaar. Wij weten het niet wat de toekomst zal zijn, maar veel goed zal het niet zijn. Want hoe komen we hier ooit vandaan? En hoe zullen we ooit nog in Jeruzalem, in het huis van onze God, de naam van de Heere bezingen? Zijn naam groot maken. En weet u wat de Heer dan zegt? Ik ben God. En er is niemand meer. Hoor wat ik spreek. Ik verkondig aan het begin wat het einde zal zijn. Gemeente, dat begint al bij de zondeval. Adam en Eve hebben zich losgerukt van hun God. Zijn hun eigen weg gegaan bij de Heer vandaan. En de Heere komt als een sprekend God op hen aan. Ik denk dat wij hier vanmorgen in de kerk nooit genoeg verwonderd kunnen zijn over het feit dat de Heere bij ons een sprekend God wil zijn: dat hij woorden van eeuwig leven wil verkondigd hebben. Ik ben God. Dat hij zich wil bekendmaken aan ons. Verbaast u zich wel eens? Daarover. Dat hij zo is. En de Heere spreekt dan tegen Adam en Eva over een strijd die zal losbreken tussen vrouwenzaad en slangenzaad. De strijd tussen, zeg maar, de Heer, zeg maar, Christus en de duivel. En hij belooft zijn zoon die zal redden van de verdiende dood. Zoon Evangelie. Een ander voorbeeld, als hij Abram roept in urde galdee ...dan gaat het weer over wat de Heer zal doen bij Abram en bij het nageslacht van Abram. Dat Abram een zoon zal krijgen, nou u weet hoe het gaat. Wachten, wachten en schijnbaar te vergeefs. Want er komt geen kind en er komt geen zoon van Abram in de tent van Abram. Er zal een verlosser komen... Door wie de geslachten der aarde gezegend zullen worden. En het gebeurt. De Heer doet het wat Hij van het begin af aan verkondigd heeft. En voordat het volk is weggevoerd in de ballingschap, heeft de Heer al zijn profeten gezonden, die moeten verkondigen dat de Heer op zijn tijd redding zal geven. Er zal verlossing komen, zo zingen we dan in Psalm 130. En als het gaat over de knecht des Heeren, wie is dat? Kores, de koning van Perzië wel, maar nog een ander. Want er is een knecht des Heeren met een hoofdletter die komen zal, en in wie een eeuwige verlossing zal zijn. In Hem gaan verlorenen hun behoud zoeken en vinden. Gemeente, wie is dat eigenlijk die eeuwige verlosser? Van zondaren. Wie? Zijn komst is alle eeuwen door aangekondigd. En in en door hem is er toekomst voor mensen die gaan ontdekken, o God, zonder uw genade en zonder de werken van uw hand en zonder uw geleide, kom ik duizend keer om. Zegt u dat wel eens tegen de Heer? Voor hem neergebogen. De God van Abraham, Isaac en Jacob verkondigt van oudsher de dingen die nog niet hebben plaatsgevonden. En dat betekent niet dat wij een gedetailleerde beschrijving krijgen van de toekomst. Er zijn mensen die bijvoorbeeld het boek Openbaring wel eens zo willen lezen. dat ze precies kunnen invullen. dat gebeurt dan en dan en dan. en noem maar op, zoals een landkaart waar ieder wegje op uitgetekend staat. Zo niet. Maar gemeente, hij spreekt toch tot ons over wat er gebeuren gaat met deze wereld. Met degene die het eigendom van Christus worden. Ja, ja, zegt een van de jongeren vanmorgen, hij ziet en hij weet alle dingen van tevoren, de Heer. Ja, dat is waar. Maar er is nog meer. Hij ziet niet alleen de dingen van tevoren en hij weet niet alleen de dingen van tevoren, maar hij verkondigt die dingen ook. Hij maakt ze bekend in zijn woord. Hij stuurt profeten, hij stuurt dienaren van zijn woord. En dan te bedenken gemeente dat het woord van de Heer veel meer is dan zomaar een aantal klanken. Zijn woord keert niet terug tot hem leeg en onvervuld. Zijn woord valt niet zomaar op de grond, zodat iedereen er een schop tegenaan kan geven. Maar woord en daad zijn bij hem één dus zijn woord wordt vervuld. Ja. Veel zekerder dan wij elkaar hier vanmorgen zien. Profeten zeggen soms dat is een bekende uitdrukking bij de profeten het woord des heren geschiede. Het wordt niet alleen gesproken, maar het gebeurt, want wat God zegt, dat doet hij. En wie nu vanmorgen overtuigd wil worden, van de waarachtigheid van het woord van God, die moet maar eens goed lezen en herlezen. En het woord als het ware, mag ik het zeggen? Het woord aan zijn hart drukken. Van als herverkondigt hij de dingen die nog niet hebben plaatsgevonden? Waar gaat het heen? Dat was de vraag vanmorgen. En het is alsof Jezaja in ons midden komt staan vanmorgen. En in de naam van zijn God verkondigt, ga het eens na, ouderen en jongeren daar in Silla's hoek in de kerk. Is het niet de levende God die spreekt en het is er? Heeft de Heer, ik noem een paar dingen. Heeft de Heer niet de zondvloed aangekondigd bij Noach? En wat zullen de tijdgenoten van Noach hun schouders opgehaald hebben... en soms wat geglimlacht hebben. Noach, man toch, wat doe je toch? Maar is het niet gebeurd wat de heren zei? En kwamen velen in de oude wereld niet om? Werden Noach en de zijnen niet gered in de ark? Heeft hij Abram niet beloofd een zoon te geven toen hij hem riep? En gebeurde het niet... Al stonden Abraham en Sarah keer op keer voor duizend onmogelijkheden, gebeurde het niet? Kwamen de Egyptenaren niet om in de Rode Zee? En werd zijn volk niet droogvoets daardoor geleid? Want hij verkondigde dingen die nog niet hebben plaatsgevonden. En gebeurt het dan niet, gemeente? Is dan zijn woord niet waarachtig? Ik zeg het nog een keer: ik denk dat niemand voldoende en ten volle beseffen kan de waarachtigheid van het woord van God. Want het is zo waarachtig. Ga het eens na, zegt Jezaja. Al die wonderen van Gods hand in de geschiedenis van het volk Israël. Is het niet gebeurd wat hij zei, dat Faro en de zijne omkwamen dat Israël gered werd door de zee heen? Is het soms, want het heeft twee kanten, is het soms niet meegevallen, is het soms tegengevallen, bedoel ik eigenlijk, met hen die zijn woord hebben verworpen in de dagen van Noach, toen de heren de deur van de ark sloot. En heeft hij soms beschaamd gemaakt degene die zijn woord geloofd hebben en ervoor gevallen zijn? Ja, het zal allemaal wel waar zijn, zegt iemand vanmorgen, maar daarmee is nog niet gezegd dat het met mij goed zal gaan in de toekomst en dat ik veel voorspoed zal hebben. Luister, die de zoon heeft, zegt de Heer, die heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Staat dat vast? Of staat het niet vast? Wat zou u denken vanmorgen? Zouden deze dingen niet genoeg moeten zijn, gemeente, om ons te brengen altijd weer in ons leven tot het zoeken van hem? En het vragen naar hem en naar zijn heil in Christus. Het neervallen aan de voeten van Christus, de grote knecht des Heren. En het wordt allemaal nog eens onderstreept in het laatste van onze tekst. Mijn raad zal bestaan. Mijn raadsbesluit houdt stand, zegt de Heer. En ik zal al mijn welbehagen doen. Ziet u wel gemeente dat hij niet alleen maar ziet en weet wat er gebeuren zal, maar dat hij meer nog zijn raad vervult. Hij voert ze ook uit, wat hij, die woorden die hij spreekt. Hij bestuurt de dingen. Zodat stap voor stap zijn raad, zijn plan vervuld wordt. Wij zeggen wel eens heel eenvoudig in de preek tegen elkaar: het loopt hem niet uit de hand. Wat zal de toekomst zijn van de wereld? En voor ons persoonlijk? Nou, dit, wat hier staat. Wat de Heer zegt. Hij is vandaag bezig en morgen, en zolang deze wereld bestaat om stukje voor stukje Zijn raad te vervullen. Vanmorgen staat Hij voor ons. En Hij wil ons overtuigingen spreken. Mijn raad bestaat. Hij ziet ons in de ogen vanmorgen. En Hij zegt: Mijn raad bestaat wat ik besloten heb. Dat vervul ik. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Babel, de stad van de mens, is in eigen oog oppermachtig. Wat Babel wil dat gebeurt. En het leger van Babel is onoverwinnelijk, punt uit. En het lijkt dat Babel gelijk heeft, zo vaak. En het Sion. Het, leven, het volk van de levende God denkt vaak dat hun zaak verloren is. En ze lijken soms gelijk te hebben. Maar gemeente, er is er een die in onze tekst vanmorgen zijn stem verheft. En hij staat op als het ware en hij laat het ons horen in de prediking van het woord ook vanmorgen. Mijn raad zal stand houden. Het loopt hem niet uit de hand. Dat is wat gemeente. Als die mensen daar in Babel vastzitten. Of straks, als ze teruggekeerd zijn. en ze gaan onder veel tegenkanting de stad en de tempel weer herbouwen. dat dan de Heer zijn woord laat horen. dat hij zichzelf laat zien als het ware. en zijn woord laat horen. Mijn raad zal bestaan. Het is wat om ook vandaag bij puinhopen te staan. Als je moet beleiden... O God, uit mij kan de zaligheid niet zijn. Als dan de Heer zijn stem laat horen en zegt hoop op mij. Want mijn raad bestaat in eeuwigheid. En ik zal doen wat mij behaagt. De dichter van Psalm 33... Heeft het op een gegeven moment ook over de raad van God. En weet u wat hij dan zingt? De raad der heidenen zal vergaan. En dan zou je kunnen denken aan Poetin en, en Biden en Trump en al die mannen, hoe ze mogen heten. De raad der heidenen zal vergaan, ook al zijn die heidenen nog zo machtig. Maar de raad des Heren bestaat. In eeuwigheid. Wat zegt dat? Want ik kan me voorstellen dat iemand zegt: Ja, wacht nou eens even. Is dat nou wel zo mooi? Dat de Heer het doet wat hem behaagt? Moet ik daar nou wel zo blij om zijn? Als ik dat hoor in de kerk. Dat kan wel waar zijn, zegt iemand: Dat God zijn wil doet en dat hij zijn raad uitvoert. <coughs> Maar dat kan ook betekenen dat er bijvoorbeeld in het wereldgebeuren verschrikkelijke dingen zullen plaatsvinden. En wij horen vandaag zulke dreigende woorden. Soms verbazen je je over het gemak waarmee gesproken wordt over een derde wereldoorlog enzovoort. We horen zulke grote woorden. Of dat er in je eigen leventje dingen zijn die je kunnen verbijsteren. Dat je soms wilt uitroepen naar de Heer, O God, is dat dan Uw wil, wat er nu gebeurt in mijn leven? En, misschien zegt iemand vanmorgen wel ja, en heb ik het niet verdiend eigenlijk? Is dat niet een beetje griezelig dat Hij doet wat Hem behaagt? Moet je daar blij om zijn? Is het dan Zijn welbehagen, Zijn wil? Dat Stephanus, die het voor de zaak van Christus wil opnemen, dat hij onder de stenen bedolven wordt. Hoe is dat toch? Gemeente, het is duidelijk dat hier heel wat vragen te stellen zijn vanmorgen. En het zijn ook nog niet zulke makkelijke vragen. Maar mag ik hiermee beginnen vanmorgen? Als het over deze dingen gaat. Dat het heil de redding van al de zijnen, van alle die het leven leren zoeken buiten zichzelf in Christus, dat hun redding het welbehagen van God is. Dus dat zij onroepelijk behouden worden die het eigendom van Christus zijn, en het leven buiten zichzelf in Hem zoeken. Dat Hij hun heil uitwerkt daarin. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Het is de wil van God dat ieder die met de nood van zijn leven in de handen van Christus valt, uit die hand niet weggerukt zal worden. Dat wie werkelijk met heel zijn hebben en houden in de handen van Christus valt, daaruit nooit weggerukt. En weggetrokken kan worden. Dat is wat? Dat is vast en zeker. Het is het Gods wil dat door de hand van zijn knecht zijn welbehagen gelukkig voortgaat, zijn hele kerk vergaderd wordt. En dat de Heer daar ook in 2024 mee bezig is. Let er eens op, hier in vers 11 staat. Dat God een man van zijn raad zal brengen om zijn volk uit Babel te brengen. Wie is dat die man van zijn raad? Kores. Maar ver boven Kores uit, nogmaals, zie ik een ander die oneindig veel groter en heerlijker dan Kores is geweest, Christus. En wie met al zijn nood en dood in zijn handen valt, zal verlossing hebben en zal eeuwig heil vinden en hij zegt Christus hoor luister kom want in mij is het eeuwige leven ik ben de weg en de waarheid en het leven hoor toch opdat u leeft waarom zou u sterven en niet leven zit er dan vanmorgen in onze tekst geen aansporing om beschutting en behoud te zoeken in en onder de handen van deze Knecht des Heren. Onder zijn doorboorde handen. Ook en juist wanneer u vanmorgen zegt, ja maar heb ik het soms verdiend dat hij me genadig is. Nee, zeker niet. En jij ook niet. En ik ook niet. Maar weet u waar ik dan vanmorgen aan moet denken? Dat er een knecht van de Here is, bij wie de eeuwen door, door genade, eeuwig leven wordt gevonden door zondaren. Want hij laat bij zichzelf de grote knecht des Heeren Christus, hij laat bij zichzelf genade vinden, gemeente, door goddelozen die het buiten Hem niet houden. Hij wil zijn grootheid laten zien in de redding van zondaren. Hij wil alles zijn voor mensen die met hun lege handen leren hopen op God. Al ontdekt. Hebt u het al gezien? En hij volbrengt de wil van zijn vader in het redden van zondaren die hem alleen overhouden. En dwars door dat hele wereldgebeuren heen waar Jezaja het over heeft en waar de eeuwen vol van zijn. Ook in de 21ste eeuw, dwars door alle nood en dood heen, alle vallen en struikelen van de zijnen heen, keer op keer, is Hij bezig om zijn raad te vervullen. Gelooft u dat? Gelooft u dat, dat hij bezig is ook vandaag om zijn raad te vervullen? Dat heeft hij gedaan tot op deze oktoberzondag in 2024 toe. Zal hij dan morgen zijn raad laten breken, God? Wat dacht u? Zal Christus dan de zaak van zijn bedelaars in handen geven van machten en krachten als Babel? Ik zou ook mogen zeggen met de catechismus: De machten van de wereld, de duivel en het eigen ik. Nogmaals, denk aan wat hij deed bij Noach, bij Abraham in Bethlehem. Gemeent u weet toch, onze jongens en meisjes weten het toch, dat alle afgoden van Babel en van de wereld ook in de 21ste eeuw eenmaal geen hand naar je uitsteken. En dat er niet één van hen is bij wie behoud gevonden wordt. Onze tekst is ook een waarschuwing, niet alleen een bemoediging voor Sion, maar ook een waarschuwing voor Babel, voor de grote en machtige van Babel, de stad van de mens. En alle die op hun eigen weg gaan zonder Christus. De Heer zegt, ik kom en ik zal mijn tegenstanders verslaan. Gemeente, we zouden ons kunnen afvragen aan het eind van de preek vanmorgen: waar heb ik nou mijn thuis? In Jeruzalem of in Babel? Daar waar de naam des Heeren bezongen wordt en waar de offers gebracht worden, in Jeruzalem, in de Tempel of in de stad van de mens? Wat is onze toekomst? Daar begonnen we mee. Weet u wat de psalmdichters zingen? Onze God is toch in de hemel? Hij doet al wat hem behaagt. En Christus zal komen in zijn heerlijkheid. En hij zegt ook vandaag: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zoek mij. Amen. Zingen wij in gemeente Psalm 115, het tweede en het vijfde vers. Psalm 115, vers 2. Nochtans is God het doel van onze lof, Hij onze God, Hij woont in het Hemelhof en doet al zijn behagen. En ook het vijfde vers, maar Israël vertrouwt gij op de Heer. Psalm 115, vers 2 en 5. Thank mm -hmm.